Welkom bij Root Bovemij. Bovemij helpt de mobiliteitsbranche succesvol ondernemen de consumenten te helpen aan betrouwbare mobiliteit. Niet alleen vanuit de hoofdlocatie in Nijmegen, maar ook vanuit Bunnik, Amsterdam, Assen, Grotebroek en Kaarst in Duitsland. Samen zijn zij Bovemij. In deze miniserie ga ik langs elke locatie. Ga je mee? Vandaag maken we een bezoekje over de grens. We zijn namelijk in Kaarst-Büttgen, Duitsland. Hier in Kaarst-Büttgen gaan we Astrid Tiefes ontmoeten. Ik ben erg benieuwd, dus laten we snel beginnen. Kijk, er is ze al. Hallo Stefan, hartelijk welkom in Büttgen. Goeiedag Astrid. Zullen we maar overgaan in het Nederlands? Ja, dat lijkt me handig. Ja. Je ziet dat ik al verstijf, hè? Ja, kom goed. Dankjewel. Graag. Zo zijn we. Kijk eens, dankjewel. Oké, alsjeblieft, stoeltje. Dank je. Zitten we dan, Astrid? Ja. Hoe is het ermee? Ja, prima. Leuk dat je er bent. Ja, insgelijks. Leuk dat we hier vandaag mogen zijn, dat ik hier mag zijn. Ja, heel graag. De enige locatie van Bovemij in Duitsland. Ja. Wat doen jullie hier zoal op deze locatie? Nou, wij zijn net als Endra Nederland specialist in tweewielenverzekeringen. Maar dan wel specifiek voor e-bikes en fietsen. Dat betekent consumenten sluiten verzekeringen af voor e-bikes en fietsen of via bij de ons aangesloten partners of direct via onze website. Uh-huh. En dan beheren wij nog de polisdossiers, wij bewerken de schadedossiers en onze buitendienst gaat regelmatig langs onze partners. Oké, interessant. Hey, een tijdje geleden waren we dus bij Endra in Nederland, in Grotebroek. Doen jullie exact dezelfde dienstverlening? Nee, niet helemaal hetzelfde. Zoals ik al zei, wij richten ons specifiek op e-bike en fietsverzekeringen. Endra en Grotebroek die hebben ook bromfietsverzekeringen en verzekeringen voor scootmobiels. Ah, oké. Okay. En ja, natuurlijk, wij bewerken alleen maar de Duitse markt. Ja, 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 dat spreekt voor zich inderdaad. Hey, en wat doe jij zoal op deze locatie? Wat houdt jouw functie in? Ik ben operations manager en dat betekent ik ben de link tussen onze locatie en de overige collega's van Bovemij en de collega's van Endra in Nederland. Daarbij stuur ik onder andere de collega's van de binnendienst aan. Ik optimaliseer onze werkprocessen en ik manage eigenlijk deze locatie. Veelzijdige baan, of niet? Ja, inderdaad, maar wel leuk. Hoe draagt wat jullie hier doen bij aan de missie van Bovemij? Nou, wij zijn bekend om onze service en de betrouwbare hulp. En dat betekent voor ondernemers dat ze met een gerust hart kunnen ondernemen en onze consumenten gewoon zorgeloos fietsplezier hebben. Oh, hartstikke mooi. Ja. Met hoeveel mensen werken jullie op deze locatie, Astrid? Ons team bestaat uit 22 collega's op het moment, maar wij groeien verder. Daarom zijn we ook recent verhuisd naar deze grotere locatie. Oké, goede stap. Goede stap, ja, was ook nodig. Wat kenmerkt deze locatie, Astrid? Wij zijn natuurlijk de enige locatie in Duitsland van Bovemij. Uh-huh. En je kunt wel zeggen dat we met Duitse Gründlichkeit werken. Dat zie je ook terug in onze dienstverleningen. We werken betrouwbaar en bij ons en grondig. Uh-huh. En bij ons weten klanten wat ze krijgen. Uh-huh. Oké, heel duidelijk dus. Ja, duidelijk verhaal. Nog één laatste prangende vraag. Oké. Wat maakt het zo tof om voor Endra en Bovemij te werken? Bij Endra en Bovemij word je gestimuleerd om verantwoordelijk te werken. Mm-hmm. Eigenverantwoordelijk te werken. En daar heb je heel veel vertrouwen in elkaar voor nodig. Dit vertrouwen, dat hebben mijn collega's en ik. En wij vormen gewoon een sterk team. En doen dingen echt samen, ja dat is heel fijn werken. Oké, jullie zijn heel hecht en gaan voor elkaar door het vuur. Wij zijn heel hecht en gaan echt voor elkaar door het vuur, ja inderdaad. Ja. Oké. Astrid, hartelijk dank voor je tijd. En heel graag. Tot ziens. Tot de volgende keer. Dat was het weer, Kaarst. Dit was tevens de laatste uitzending van Root Bovemij. Een mooie afsluiter dus. Wil jij op de hoogte blijven van alle Bovemij locaties? Blijf onze pagina dan vooral volgen. Hoi hoi!